We hebben alle locaties waar je IC-zorg kan leveren hebben we geïdentificeerd. En daar zijn allemaal bedden, monitoren, infuuspompen en alles naartoe gebracht. En vervolgens moet je ook voldoende personeel hebben om die bedden te bemannen. En we hebben scenario's, we zijn nu in scenario 4. En we kunnen tot 12. Dat weten we niet of we dat kunnen halen qua aantal apparaten en qua bemensing. Maar we hebben er echt over nagedacht dat we continu een stapje meer kunnen doen om toch de zorg te kunnen leveren. Dit zijn dus allemaal voorzorgmaatregelen om ervoor te voorkomen dat je besmet raakt. Dus met jassen, met tape, met dan brillen, maskers. En je ziet hier dus mensen in verschillende kleuren kleding lopen, waarbij sommigen normaal op onze afdeling werken. En een andere, zoals die meneer in het lichtblauw daar, die komt van het OK-complex. En die werken nu als één team rondom die patiënt. Wat is, denkt u, het grootste misverstand over wat er op dit moment op de Nederlandse IC's gaande is? Nou, er zijn wel meer misverstanden. Ik denk dat mensen moeten beseffen dus dat we wel zorg leveren, maar dat we dat op een andere manier doen dan dat we gewend zijn, maar de kwaliteit in ogenschouw hebben. Het andere misverstand is wat je zei, dat je familielid alleen is. Nee, we zijn daar rondom dat familielid heen. Het andere misverstand zou kunnen zijn dat je denkt het is al zoals het in Italië is, maar je hebt het op de beelden gezien. Er heerst rust, mensen doen waarvoor ze hier naar het werk komen en doen dat echt op een heel goed niveau. Wat is de grootste uitdaging op dit moment op die IC-afdeling? Om de rust met elkaar te bewaren, want het is natuurlijk wel een heel heftig ziektebeeld waarin je zorg moet leveren en waar het onzeker is over hoe lang dat duurt. En er gebeuren af en toe hele heftige situaties rondom mensen. En dat ben je gewend natuurlijk op de intensive care en dat ben je gewend om dat in je eigen team te doen, maar dat doe je nu op meerdere plekken met veel meer mensen. Vannacht was ook een heftige situatie en hebben we toch met het hele team even bij elkaar op een plek buiten de IC gestaan om te vragen van ja, en hoe gaat het nou met je? En voor iedereen kan het te veel zijn en hou rekening met elkaar. En er zijn ook teams die echt support aan ons geven, omdat ja, je kan van alles verwachten. Wat gebeurt er straks als alle bedden vol zijn en er komen toch meer patiënten bij? Ja, dan zullen we nog beter moeten kijken welke keuzes we maken. We doen dat gebruikelijk al op de intensive care, want je wil zorg aanbieden aan iemand die daarvan gaat profiteren. Maar er kan een moment komen, en dat is wat we proberen te voorkomen, dat we onvoldoende bedden hebben. Maar dan moet je dus een scenario waarbij we de opschaling tot meer dan 200% onvoldoende is. En ik denk dat we met elkaar al nu daar heel goed over nadenken om die keuzes te maken. Het zal niet zo zijn dat we in Nederland mensen aan de voordeur laten staan. Dan zullen we dat in het geheel overziend op die manier een keus maken.